Het lijkt erop dat de dief te bang was om een oorlog te starten, jongens. Mijn spullen zijn terug. Hallo, welkom allemaal bij deze nieuwe video. Ik sta hier in het prachtige contentveen en het eerste wat mij opvalt, jongens, is dat al mijn gestolen spulletjes eindelijk terug zijn gebracht. Ik weet ook niet meer waar alles stond. Hier is je spul terug. Oh ja, met je villagers en dieren heb ik niks te maken. Nathan die geeft toe dus dat hij dit gestolen heeft. Hij heeft het zelfs teruggebracht nadat ik dat geëist heb. Maar nu zegt hij dat hij niks te maken heeft met Berend, Berendina, Willy, Barry en alle andere mysterieuze verdwijningen van de bevolking hier. Maar wie wil? Wie wil? In ieder geval, één probleem is opgelost. En dat is wel in ieder geval dat mijn spulletjes terug zijn. Dat bordje niet betreden, die mag wat mij betreft weg. Nou, dan gaan we alles maar terug op een plek zetten. En dan beginnen we met alles hier weghalen. En het hoeft wat mij betreft niet één op één terug op de goede plek. Het enige wat 100% goed moet, is de vis. Die moet gewoon daar weer hangen. Kijk, daar waar het houtje af is gehakt, daar hoort deze vis. Hoe durft die Nathan dit ook, hè? Oh, wat een gemeenerik. Wat een gemeen, wat een kinderlijk woord. Gemeenerik. Oh ja, ik heb mijn pet vandaag ook niet op. Ja. Het is een keer weer zo'n dag, jongens. Het is weer zo'n bijzondere video waarin ik mijn pet gewoon niet op heb. Je ziet niet vaak... Dat kan je echt op één hand tellen op mijn kanaal inmiddels. Laten we beginnen met... Ja, waar stond dit? Ik weet niet eens meer waar die stond, hè. Jezus. Hier of zo? Stond hier het tafeltje? Volgens mij wel, hè. Zo. Ik weet het niet meer precies, jongens. Dit ziet er in ieder geval leuk uit. Oh, nou, dit kan al niet. Nou, prima. Goed genoeg. Er stond hier volgens mij... Die open krat. Deze manier. Hooibaal doen we er even in. Zo. Kijk, hebben we een open krat. Hoppakee. Kijk. Dan hangt de prachtige vis ook weer op zijn plekje waar hij eindelijk... Ja, waar hij gewoon thuis hoort. Hij hangt er gewoon eindelijk weer in. Oh, zo mooi. Nou, dan is dat ook weer afgerond. Maar ja, de vermissingen van de andere wezens... Die heeft dus Nathan volgens hem niks mee te maken. Dat vind ik vreemd. Maar dat is een probleem voor de toekomstvideo's. Want ik zat even naar het dorp te kijken. Zo jongens, ik was echt even aan het bewonderen. En met trots te kijken wat we allemaal al bereikt hebben. En toen bedacht ik me wat ik vorige aflevering ook al zei. Het kasteel is een beetje verwaarloosd. Als je dit zo kijkt, dit past er allemaal niet meer bij. De kerk is inmiddels gebouwd, dus het kasteel lijkt ook wat kleiner dan dat hij daadwerkelijk is, omdat zo'n grote kerk naast staat. En vandaag ben ik in een echt kasteel geweest. In het echte leven, ja. Ik kom ook nog buiten mijn kamer in het echt. En ik liep rond in dat kasteel en ik zat alleen maar om me heen te kijken. Wow, dat kan ik bouwen en wow, dat kan ik ook bouwen. Dus ik heb vandaag het briljante idee gekregen om mijn kasteel niet alleen een beetje te renoveren van binnen door wat ja, lege kamers nog op te vullen, maar ook om een mega uitbouw erbij te bouwen. Ik wil in principe vanaf hier zo... wil ik dit gedeelte helemaal doorbouwen tot de toren daar. Dan in de verte daarin. En dan terug zo richting daar het hoekje misschien. En dan wil ik daarop... wil ik ja in principe gewoon echt een hele grote toevoeging gaan... Zo, dat ging even fout. Ik wil gewoon een extra stuk aan mijn kasteel erbij hebben. En dan zou je zeggen, ja maar Max... Je moet nog zoveel hier doen. Ik weet het. Maar uiteindelijk is dit af. En ik wil ook gewoon af en toe verder naar het kasteel. Dus ik zie het echt al helemaal voor me. Het wordt weer heel veel werk om dit allemaal weg te halen. Hier al deze bomen. Er moet een hele fundering hieronder komen. Heel veel gedoe. Terwijl dit eigenlijk een van mijn favoriete kanten is om naar het kasteel te kijken. Reageer maar vast wat je van het idee vindt. En terwijl jij je reactie aan het typen bent, kan je kijken naar deze mooie timelapse. In 3, 2, 1...
We keren terug. En jongens, ik moet toegeven. Ik heb mijn pet gewoon weer opgedaan. Althans, hoef ik niet eens toe te geven. Je kan het zien. Maar wat een bouwwerk was dit, hè. Ik ben er echt even een tijdje mee bezig geweest. Het is wel nog dezelfde dag. Normaal, als ik zo'n groot iets heb, dan verspreid ik het altijd een beetje over 2 dagen. En zo. Maar dit, jongens, ik dacht, weet je wat? We gaan dit gewoon lekker grinden. Ik heb het in 1 keer gedaan en 1 stuk door. Robin kwam even helpen met het gras hier opvullen en de toren daar weghalen. Heel toevallig, want Robin had ook geholpen met die ene toren hier bouwen. Het enige wat hij ooit in het kasteel gebouwd heeft, is gewoon die toren. En die heeft hij ook samen weer afgebroken. Dus dankjewel, Robin. Het is echt een grote upgrade, jongens. En als je denkt, maar waarom staat er nou in één keer zo'n leeg groot platform? Nou, als je echt een echte trouwe content fan kijker bent, weet je dat dit kasteel ook begonnen is als platform natuurlijk. Dat het ooit, ja, het begon gewoon op een plat stukje iets. Dat kan je binnen natuurlijk ook nog wel zien. Het is gewoon allemaal plat hier. En hier kan ik uiteindelijk natuurlijk allemaal lagen nog in maken. Je kent het. Maar wat nou de bedoeling is, jongens, wat zeg maar hier gaande is, is deze muur wordt er uiteindelijk helemaal uitgesloopt, waardoor het gebouw door kan lopen, hier het hoekje nog om kan gaan, waardoor die ook iets meer uitsteekt en iets minder vierkant is. En dan heb ik hier een beetje een uitstekend gedeelte, dat ik hier ook weer een punt kan doen en weet ik wat allemaal torens in, bla bla bla. En dan wil ik hem helemaal ook door laten lopen tot hier. Ik denk dat dit zelfs tot het randje komt, maar misschien dat ik hier juist tot hier doe. Nou, ik weet niet, ik moet nog even kijken hoe en wat. En als je afvraagt wat dit is hier, hier wil ik een tuin maken. Ik dacht, besefte mij, ik heb als kasteel zijn, ik was natuurlijk in dat kasteel wat ik jullie vertelde net vandaag. En was een beetje omheen aan het kijken. Wat me ook opviel, was dat er een grote kasteeltuin was. Nou, bij mij is dat dorp en hele diepe, ja, hoe noem je dat, bergen en cliffs en weet ik veel wat allemaal. Dus er is niet echt ruimte voor een hele grote tuin. Maar ik wilde wel een tuin hebben. Dus ik ga hier wat op dit lagere niveau een tuin maken. Dat ik er misschien dan daar met de trap zo naar beneden kan. En dan hier weer omhoog. Of die gaat hier de muur in. Dan zie je ook een duidelijke ingang. En dan kom je ergens halverwege het kasteel. Dan kom je weer boven. Dus dat is de tuin hier. Ik wil hier naast mijn eetzaal, wil ik hier een keuken maken. Want ik zag letterlijk in het echt een keuken in een middeleeuws kasteel. Ik dacht van ja, natuurlijk. Er moet ook gewoon eten gemaakt worden. En er is wel een leuke eetzaal hier binnen. Zoals je, wacht, misschien kunnen we even gluren. Hier, kijk. Zoals je kan zien, hier is mijn eetzaal binnen. Maar er is geen keuken. Waar komt eten vandaan? En er is niet, ja, er is wel een grote zaal hier. Kijk, ik haal deze even weg. Kan nu wel gewoon. Hier is mijn grote zaal. Maar het is niet nou echt een grote zaal, als je nou ook bedoelde. De zaal kan veel groter. Dus ik wil eigenlijk ook nog een grotere hoofdzaal maken, de mainzaal. En dan wil ik ook de ingang verplaatsen. Dit is op het moment de ingang, jullie kennen het allemaal natuurlijk. En die wil ik dan dichtgooien, een raam voordoen of zo. Dan wil ik deze hele zaal hier gaan herbouwen, waardoor de mainzaal echt mega groot gaat worden. Oh, zo groot! En voor de rest wat extra slaapkamers voor gasten en weet ik wat allemaal. Heb jij nog leuke ideeën wat ik hier in het kasteel kan bouwen? Want het wordt niet een tweede kasteel. Het kasteel wordt gewoon uitgebreid. Het wordt 1 groot geheel. Maar als jij nog leuke ideeën hebt en zo, laat het weten, want ik ga niet deze aflevering nog het kasteel bouwen. Ik wil jullie natuurlijk een beetje input geven. En het zou gek zijn als in 1 aflevering in 1 keer het kasteel van dit naar weet ik wat is gegaan. Maar goed, ik hoorde van René dat er iets daar een kist geplaatst was met allemaal toortjes. Dus dan gaan we gelijk maar ook even kijken. En ja, kijk, ik zie hem al. Hij was net buiten range, waardoor hij niet inlaadde. Wat is hier gebeurd? Niet betreden, instortingsgevaar. Huh? Wat is er gebeurd? Hallo? Niet betreden? Instortinggevaar? Dat heb ik niet gedaan. Hoezo is mijn grot ingestort? Wacht even, hoor. Wie komen hier zo bij? Laten we eerst even in de kist kijken. Dat was hem trouwens niet, toch? Ik denk dat ze niet deze bedoelde. Gaan eerst checken. Nee, ze kwam de deur in. Wat zit er in de kist? Het begint altijd met een boekie. Een avontuur begint altijd met een boekje. Hij is niet gesigned, dus kan ik niet zien van wie die is. Geachte makkers, het is eindelijk zover. Jij hebt lang genoeg zonder jouw lieve dieren Stip en Flip, opa Gerard en opa Toos geleefd. En zonder je fantastische villagers, Willy, Barry, Berend en Berendina, jongens. Het is tijd. Zeg me dat ik ze terugkrijg, alsjeblieft. Deze vraag moeten jouw kijkers goed beantwoorden in de reacties onder deze video. Anders zal Stip als eerste sterven. Oh, nee. Ik dacht dat ik ze gewoon vredig terug ging krijgen. De vraag is, in welke aflevering van Content Veen kreeg Makkes als cadeautje van Bram Stip en Vlek? Jongens, ik weet dat ik dit als cadeau kreeg van Bram. Kreeg ik Stip en Vlek. De episode weet ik niet meer precies, dus help me alsjeblieft. Ik weet niet wie dit gedaan heeft, maar die is nu een spelletje aan het spelen. Maar dit betekent dat alle villagers, Berendina, Willy, weet ik voor wie allemaal, Barry de Blacksmith en de dieren, ze leven nog. Wauw. Ze zijn dus niet dood. Nog niet, want hij dreigt hier het persoon dus dat Stip zal sterven als jullie het niet goed hebben. Of als jullie het niet doen in ieder geval. Dus jongens, reageer het alsjeblieft. Een goede aflevering. Ga op zoek naar de aflevering waar Bram mij Stip en Vlek geeft. Vraag je nou af,
Hey Max, wie de fuck zijn Stip en Vlek? Dat zijn twee koeien. Dat zijn twee koeien die in mijn hart zitten. Vlek is inmiddels al een tijdje geleden overleden, helaas. Maar Stip is er nog. En die moeten we dus redden. Dus laat alsjeblieft een goede aflevering achter. Dus aflevering, hashtag, weet ik wat. Toen destijds nummerde ik nog mijn Content Veen afleveringen. Dus jullie hebben geluk. Oh, maar ik krijg mijn dieren en mijn dingen dus terug, jongens. Dit moeten we samen doen. We moeten samen terugzorgen. Ik ben benieuwd wanneer ik Willius zo terugkrijg. Oh, wat ben ik hier blij mee. Oké, laat alsjeblieft weten, jongens, in de reacties. En? Twee toch bezig bent? Like even. Want bij 3000 likes op deze video eet ik dit stukje vlees op. We noemen hem ook gewoon 3000 likes vlees. 3000 likes vlees. Ik eet dat stukje vlees op. Bij 3000 likes. Oké, maar goed. Dus dat is goed nieuws, jongens. Dit is goed nieuws. We hebben ons in deze ene aflevering alleen al onze vis teruggekregen. Onze koets en weet ik wat we allemaal vermist hadden. En we hebben nieuws over de missende dieren. Maar wat is hier gebeurd? Niet betreden. Is dat ook aan de andere kant? Nee, alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet. Nee, het is hier ook gebeurd. Huh? Het is serieus helemaal een beetje ingestort of zo. Niet betreden. Jongens, moet ik het betreden? Is de grote vraag. Moet ik dit betreden? Niet betreden instortingsgevaar. Ik weet niet of ik dat moet gaan doen. Zou er iets zijn? Iets mysterieus? Laat maar even weten. Jullie moesten meerdere dingen laten weten, maar ik ga er nu nog niet in. Het staat niet voor niks niet betreden. Ik bedoel, dan mag ik ook niet betreden. Ik ben wel een goede koning in dat opzicht. Ik weet niet wie dit gedaan heeft. Aan de bordjes te zien, is dat iets wat Frederik zou doen. Ik weet niet of Frederik nog wat uitgesproken heeft. Misschien bij zijn huis. Even kijken hoor. Zijn dier is wel weg. Dus hij is altijd, als zijn dier weg is, dan is hij op pad. Dan is hij niet thuis. Althans, dat idee heb ik meestal. Zou die nog iets gedaan hebben thuis? Ik kan die code nog een keer proberen. Ik zou alleen niet weten wat de code is. De kist doet... Hey! Oh, kijk! Er is iets... Oh! Waar ben ik? Huh? Oh, hier zit zijn systeem. Maar er is nog niks verder. Oh, ik kan wel zien wat het doet daar. Ik ben niet goed in redstone, jongens. Dus ik kan ook niet echt snappen wat hier nou de gaande is. Maar hoe kom ik hier nou uit? Ik heb hakken in ieder geval gewoon eventjes weer zo omhoog. Hoppakee. Oké, ik weet nou niet wat die gaande was onder. Ik ben geen redstone-expert. Maar volgens mij... Hier, er is wel iets gaande. Ik weet niet of ik het leuk vind. Alright, maar genoeg mysteries voor vandaag. Er is zoveel gaande allemaal hier in Content 2, jongens. Laten wij even... tot de orde van de dag terugkomen en even progressie maken. We hebben natuurlijk al heel veel progressie gemaakt. Maar er moet altijd meer progressie bij komen. Want ik heb hier natuurlijk mijn ex. En ik heb als het goed is al sharpness gekocht. Maar ik wil ook nog fire aspect eigenlijk hebben. En volgens mij wordt dat hier niet verkocht. Nee, silk touch op mijn ex. Dat heb ik al. Silk touch op mijn pickaxe. Silk touch op mijn shovel, dat wil ik. Heb ik wel even een beetje enchants gaan regelen. Dus silk touch op mijn shovel, oké. Fire aspect. Zou dat nog op het winkeleiland verkocht worden? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Heb ik dat niet al in de vorige aflevering gecheckt? Voor heb ik dat al bekeken in de vorige aflevering? Een van de vorige afleveringen. Maar we kijken gewoon nog een keer. Nee. Oh, ik zag iets met... Dat is flame. Oh nee, wat zocht ik nou? Fire aspect. Dit heb ik in een aflevering gekeken, maar toen was mijn opname, audio, was gebeurd. Dus dat hadden jullie niet gezien. Maar het zit er niet in. Het zit er niet in. Teleurstellend. Is er nog wol wat ik kan kopen? Of wordt wol verkocht in mijn dorpje? Volgens mij wordt wol in mijn dorpje verkocht. Niet hier. Oh, vuurwerk moet ik wel nog even kopen. Hoe duur was vuurwerk ook alweer? 3 stacks per diamond. 1, 2, 3. Oh, wat doe ik? Oh, ho, 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 ho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dus... 9. 1, 2, 4. Ik kan echt niet rekenen. Waarom zei ik 9? Ik moet 4 diamonds betalen. Kijk, dan doen we eerst even zo. Dit is mijn... Kijk, hij was namelijk helemaal leeg. Nu hebben we hem gewoon weer bijgevuld. Dan doen we weer stack zo. Doen we 5 diamonds. Doen we een fotootje erbij, hè. Dat mag wel. De kassa, hatseflats. En wol wordt hier niet verkocht. Ik denk dat wol dan gewoon... Al die dye, die moet ik ook wel hebben. Maar wol wordt denk ik verkocht in mijn dorpje, volgens mij. Bij een kraampje. Er zijn zoveel dingen inmiddels in Content 2, jongens. Dat je het ook gewoon zelf af en toe niet meer weet. Maar laten we even kijken hoe het eruit ziet als we aankomen vliegen hier, de uitbouw. Ik denk, ja... Oh, dat gaat groot worden, jongens. Oh, het kasteel. Kijk, het kasteel is nu een beetje verkleind door de kerk. Maar dit gaat zo groot worden. Oké, waar ging ik ook weer doen? Oh ja, bij de markt. Kijk hier. Kees is er nog, Kees het paard. Hallo, Kees. Wow, ja, kijk, dat wordt hier verkocht. Waar wordt dat verkocht? Hier. Oh, Nathan, je wol is op. Bijvullen! Hey, mijn kist met hout is helemaal leeg gekocht, jongens. Ik weet niet wie dat gedaan heeft, maar ik ben 27 diamonds rijker. Die kunnen we gelijk even hier hatsen, flatsen. Nou, moet je zien, hé. Jezus, ben ik een rijke stinkert ook geworden. Knockback?
Dat kan niet op een ex, maar sharpness wel. Een silk touch op mijn shuffle. Kan jij slapen? Ja, natuurlijk kan ik slapen. Kijk, ik kan heel goed in slapen. Zo, hoppakee. Dan heb ik nu levels nodig. En die kan ik kopen, maar wat we ook dan kunnen doen in de tussentijd. Ik heb hier allemaal klei. Dat moet nog gesmolten worden, dus laten we dat allemaal meenemen. En nog wat extra steen, want geloof het of niet, jongens. Je weet hoeveel steen we hebben. Leeg, leeg, leeg. Dit is alles steen wat nog over is. Ja, er wordt gewoon veel gebouwd hier, kan ik zeggen. Veel met steen gebruikt. Je zou niet zeggen dat er steen in mijn basis zit hier. Maar er wordt toch echt wel steen gebruikt. Dan kunnen wij even kijken. Zit hier kool in? Hier zit kool in. Hier zit kool in. Hier zit... Oh, er zit overal kool in. Hallo. Dan doen wij hier het klei allemaal in. Doen wij hier heel veel steen in. En dan doen we hier ook heel... Oh mijn god, wacht even. Dit moet allemaal nog gesmolten worden. Waar zijn de hoppers? Dit moet allemaal nog gesmolten worden. maar waar zijn de hoppers? De hoppers zijn weg. Gestolen. Vermist. Ik moet nieuwe hoppers halen. Ik voelde me vandaag trouwens wel echt een nerd gewoon. Ik liep door dat kasteel heen met mijn familie en zo. En het was gewoon echt gezellig. En ik dacht alleen maar aan, oh, dit kan ik bouwen in Minecraft. Wat voor een nerd ben je dan ook eigenlijk? 2 hoppers in de making. Hatsplats, hatspats. Dan doen wij... Dit is echt trouwens een cheap ass. Kijk, dit gaat allemaal gesmolten worden nu, jongens. Oh, daar gaat zoveel koper uitkomen. Maar wat een cheap ass ruimte heb ik nog steeds om mijn ding te smelten, hè? Oké, terwijl dat bezig is, gaan wij even wat levels regelen bij onze chickie hier. Hoe heet ze ook weer? Bertha, ik ga wat dingen bij jou kopen. Dat ga ik niet aan jullie laten zien, hoor. Want het is al geregeld. Kijk maar, we hebben inmiddels gewoon 15 levels. Zie je, ik heb het gewoon geregeld zonder dat jullie dat zagen. Want ja, dat hebben jullie al 100 keer gezien. Oké, dan gaan we nu even kijken of wij vast sharpness op mijn ex kunnen zetten. Want ik wil dit gewoon als wapen gebruiken, de Rini-Ragger. Sharpness kost 19. Huh? Ik dacht dat het veel minder kostte. En silk touch op mijn shovel. Oh, die kan wel. Silk touch op de shovel. Op de Justinjager. Laten we dat dan maar eerst doen. In ieder geval al een goed begin. Geachte Max, het is eindelijk zover. Je hebt lang genoeg. Oké, deze signen we even als stip. Want het gaat om stip. Sign and close. En dit boekje, wat is dit boekje? Oh, dit is de speurtocht. Speurtocht. Dan zijn ze wel eens door mij gesigned. Maar ja, dan kan ik ze even een beetje sorteren. Anders weet ik nooit wat voor boekjes dat zijn. En terwijl wij wachten op de dingen die hier gesmolten worden. Als je afvraagt waarom ik dat doe. Ik krijg XP hieruit op een gegeven moment. En dan krijg ik levels. Dat spreekt voor zich. Maar terwijl wij aan het wachten zijn daarop, jongens. Is het tijd om dit, ja, verdrietige zooitje wat je hier ziet. Gerda en een panda zonder naam. De zoon van opa Gerrit en opa Toos. Die gewoon geen naam nog heeft. De ruimte hier is een beetje droevig geworden. Het is een beetje vervallen. Het was al vervallen, maar nu is het al helemaal vervallen. Dus het is tijd om dit plekje hier eventjes helemaal leeg te strippen. En dan een makeover te geven. Want het is zo sad hier. Dus laten we beginnen met gewoon dit soort dingen weghalen hier. Het is leuk hoor dat het er staat. Maar ja, hè, zoveel waarde hecht ik er nou ook weer niet aan. Ik hecht waarde aan de wezens die vermist zijn. Simpele taak, in principe alles slopen, hè. Ik dacht, ik kon dit ook wel in mijn timelapse doen. Maar ja, hier ben ik zo vaak geweest. Deze ruimte. Kijk, jullie hebben in de timelapse al de stal weg zien gaan. En het hoekje daar, waar ik 100 keer geweest ben. Ik dacht, het moet wel iets meer, met iets meer respect gaan. Dus misschien dat het niet alles in de timelapse moet. Oké, laten we Gerda heel even verplaatsen. Ik ga Gerda niet bij de dieren daar zetten. Want ik ben bang dat Gerda die gewoon vermoordt. Wat is dit trouwens? Waar zit jij helemaal? Je zit hier nou vast. Oh nee. Nee, Gerda, kom terug. Kom, meekomen. We gaan jou even een lekker plekje geven. Kom maar. Er is genoeg ruimte hier in het dorp voor jou. Hierheen. Zo, ja. Goed zo. Doorlopen. Ja, kom maar. Springen we hier overheen? Krijg je fall damage? Doe jij een fall? Nee, natuurlijk ga je er niet overheen springen. Loop dan maar weer om, dikke. Oké, we zetten hem eventjes gewoon hier. Dit is een goede plek voor Gerda 2.0. Jij mag gewoon vrij rondlopen. Het gaat me te veel moeite kosten om hem helemaal te verplaatsen. Echt waar. Ik haat panda's. Die zijn zo traag. Oh man, het is wel sad om dit te doen, moet ik zeggen. Hoor, dit is net zoals met Berend zijn huisje, zijn oude huisje, die ik ook weg heb gehaald. Ik bedoel, zolang ik Berend maar terugkrijg, vind ik het allemaal prima. Maar het voelde wel even sad. Pas alsjeblieft op, panda, dat je niet sla. Ik zie het zo gebeuren dat je vermoord. Oké, alle gebouwen aan deze kant zijn weg. Nu moet ik hier even gaan kijken. Voordat ik het weg ga halen wat de hoogte gaat worden. Ik denk dat ik het namelijk gewoon, dat als je binnenkomt, dat het wel één niveau is hier allemaal. Omdat het dan even een netjes, als voortuintje gezien kan worden. Dat viel me ook op bij het kasteel. Kom misschien omdat het een Nederlands kasteel is, waar ik was natuurlijk. Dus dat alles plat was. Maar het was wel heel netjes georganiseerd. En dat is het, ja, nu niet. Laat ik ook heel eventjes, ik heb bootjes gepakt, jou in een bootje zetten. Dat jij in ieder geval geen kant op kan. En de dieren moeten ook in een bootje. En als het goed is, heb ik daar precies genoeg voor. Hier, kijk. Toeter, kan jij in de boot? Oh, zit hij nou wel of niet in de boot? Hè? Toeter, zit je nou in de boot? Of niet? Ik snap echt niks van. Oh, wacht. Oké, nu kan ik Toeter erin. Blijkbaar is dit in de boot. Het varken, dik, die kan wel even weggestuurd worden als je meewerkt. Oh, je zit in de boot. Oh, nee, dat is prima. Blijf maar in de boot. En dan jullie twee ook in de boot. Oké, kijk, top. Die zitten ook in de boot. Dan kunnen ze even geen kant op. Dik, Jopie, Toeter en andere dik. Kan ik dit gewoon slopen? Sorry, Brutus, maar jouw huisje gaat er ook vandoor. Weet je, je krijgt er echt een veel mooier huisje voor terug. Ik ken nog wel een huisje waar op het moment niks is. Oh, jij bent een Fletcher, hè?
volgens mij. Oeh, dan weet ik precies waar ik jou wil zetten zometeen. Oh nee, waarom sloop ik dit? Oh, waarom sloop ik die ook? Oh, ik weet die tweede denk ik expres, maar die eerste serieus niet. Ja, weet je wat? Dit kan wat mij betreft despawn. Wat heb ik er nou aan? Dat is jouw baan. Ik weet het. Geen zorgen, geen zorgen. Wacht, ik moet even dat ding oppakken hoor. Oh mijn god. Ja, zo. Stoppen we even hierin. Dan ga ik de villager vast vervoeren. Het is belangrijk dat Brutus gewoon een veilig plekje krijgt. En dat kan, volgens mij, kan ik dat precies hier zo naar de uitgang brengen. Brutus, let's go. Ik weet waar ik jou ga plaatsen. Onderweg met Brutus. Waar gaan we nou naartoe? Brutus weet het niet. Ik wil... Oh, hallo. Geen damage. Nee. Geen damage, zeg ik toch. Dan zijn we hier. Oké, hoe ga ik Brutus nou daar binnen krijgen? Oh, ik heb een idee. Ik heb zijn werkstation gepakt, zijn fletching table. Als ik die nou hier binnen zet, dan... Kan hij hier overheen springen? Nee, toch? Kijk, die plaatsen we hier. Dat is jou, zie je, dat is die van jou. Als ik deze nou sloop nu, dan verdrink je niet. Maar wat je wel doet, is erop. Hier, kom op, kom maar, ga maar erop. Gewoon erop. Rustig aan, joh. Ja, en dan loop je. Oh, kan je hier wel overheen springen? Oh. Oh, nee, dat kan niet. Kijk, wacht, ik snap al waarom. Zo, kijk, en nu kan hij er niet doorheen, want hij is hoger dan dit of zo. Ik weet niet, de villetjes zijn raar. Dan doen we hier ook nog eventjes zo. Vraag me niet waarom, maar hier kan een villager ook niet doorheen. Nou, dat ziet er op zich ook niet zo heel lelijk uit. Dan blijft hij gewoon in zijn huisje. Brutus, welkom in je nieuwe oningerichte huis. Ik wil je ook wel een bed geven als je wil. Mijn bed zelfs. Ik kreeg wel een nieuwe, hè. Ik doe alweer zo moeilijk. Kijk, hierboven is je bed. Heb je ook gewoon een lekker plekje? Jij woont vanaf hier nu. Ja. Jij woont vanaf nu hier. Is dit huisje ook een keer gevuld, jongens? Ik zei al een tijd geleden van ja, ik weet niet precies wie ik er wil plaatsen. Maar ik heb nooit gewoon gedacht aan Brutus de Fletcher. Die verkoopt een beetje houtachtige dingen en zo. En dat is eigenlijk best wel een leuk plekje voor hem, dit. Een soort markthuisje. Kijk, daar kan hij niet uit als hij wilt. Die zit vast. Nou, top. Heeft hij ook zijn plekje gekregen? Nu moeten mijn dieren veilig weg. Ik denk dat ik dat eigenlijk eerder wil doen dan dat ik dit wil verbouwen. Omdat ik anders bang ben dat ik ze gewoon per ongeluk vermoord of zo. Ik ga een bootje slopen, jongens. Dan wil ik dat jullie je opsplitsen. Nee! Dan wil ik dat jullie je opsplitsen. Kom op, deze dikkie dik erin. Erin, ja. Jij blijft zitten, andere toeter. Hier, wacht trouwens, ik heb nog een bootje voor jou. Zo ja. Oké, dan kan ik hier doorheen. Waar kom ik dan uit? Waar is dit? Oh mijn god, ja, maar dit is heel vervelend. Maar ik heb schaartjes bij me, jongens. Geen zorgen, dit plaatsen we zo terug, dit. Oké, toeter, let's go. Jij bent de eerste. Oh mijn god, dat mos hier. Daar gaan we. Daar gaan we. Oh ja. Oké, we zijn in ieder geval hier beland. Laat ik ze even hier neerzetten. Als tijdelijke spot, toeter, blijf vooral hier. Want als Stip en zo ook allemaal terugkomen, jongens, moet ik eigenlijk wel een nieuw verblijf voor ze hebben. Dat ga ik niet meer hier binnen doen. Zeker niet meer hier binnen. Dat is allemaal te krap geworden. Jij gaat gewoon bij Stip en Flex staan. Andere dikkie dik. Grote sprong gehaald. Zo, jou zetten we ernaast. Hij komt gewoon bij de andere vee en zo. Maar de katten en zo, ik denk dat ik die gewoon in mijn kasteel wil zetten. Beetje moeilijk dat ik ze nu helemaal hierheen breng. Oh, trouwens, nee, die volgen me gewoon. Ik weet niet wat ik moeilijk doe. Waarschijnlijk staan allemaal comments vol met... Mond dicht. Oké, jongens, voorzichtig, hè. Eentje gaat in de andere boot en de ander blijft daarin. Oké, ik wil jullie niet pijn doen. Ja... Oké, dan gaat... Jopie gaat hierin. Jopie, goed zo. En Dikkie Dik, jij blijft hierin. Ah, oké, Dikkie Dik, wij gaan eerst. Dit is gewoon mijn allereerste kat, hè, jongens, van de server. Volgens mij is dit zelfs mijn allereerste huisdier. Volgens mij had ik deze nog eerder dan dat ik Vlek had. Ik bedoel, Kwast. Volgens mij had ik deze nog eerder dan Kwast. Dikkie Dik is echt mijn allereerste mattie. En die heb ik gewoon nog steeds. Daar ben ik wel trots op dat die nog niet dood is gegaan. Ja, in mijn, onder mijn gezag. Oké, Jopie. Jij bent de laatste. En dan is het hele kasteel ontruimd. En klaar voor de verbouwing. Oké, jongens. Ik denk dat dit wel veilig is voor jullie zo. Blijf vooral lekker zitten. Doe je ding. Ik kom later voor jullie terug. Ja, wat doen we nou met die panda? Die past niet in een boot. En die kan ook niet met een lead. Of past die wel in een boot? Oh, die past wel in een boot. Wel in een boot. Ik weet niet waarom ik zo moeilijk doe. Maar deze kan ik ook gewoon in een boot houden volgens mij. Hier, kijk. 1, 2. Hier even induwen. Ja! Ja, dat kan wel gewoon, joh. Nou, varen met de panda. Oh, maar deze, waarom heb ik al die dieren net niet gewoon met een lead gedaan? Waarom moest die nou met een boot? Waarom ben ik... Oh, ik deed veel te moeilijk weer net, hè. Oh, ik had die lead letterlijk gewoon in mijn inventory. En toch doe ik gewoon met een boot. Ah, joh, nu staan ze wel stabiel hier vast. Zo. Zullen we jullie dan ook eigenlijk gewoon nog even zo gewoon vastzetten? Oh, trouwens. Ik doe dat wel gewoon. Ik zet jullie wel gewoon vast. In plaats van in een boot. Kijk, ik zet jullie hier vast, jongens. Dan slopen we even deze. Oh, ik moet oppassen dat ik mijn dieren geen damage doe. Zo. Deze slopen met de hand. Hoppakee. Nou, de dieren zitten stabiel hier. Panda blijft wel even in de boot, want die kan je dus niet aan de lead doen. En dan is het nu tijd om deze renovatie even te doen. Laten we het eerst even helemaal plat stampen. Oh, dit mag ik trouwens. Ik ben dit aan het weghalen, maar dit mag ik niet vergeten, jongens. Hier ligt de cadeautjes die we kregen voor Kwast zijn dood.
stukje vlees verpast. Nog steeds veel te veel disrespect is er getoond. Zo, dan is alles gelijkvloers. Althans, dat is nog niet helemaal waar. De rechterkant is gelijkvloers. Het ziet er natuurlijk echt nog niet uit. Het is één grote bende, dus dit gaan we fixen. Maar voordat ik dat ga doen, moet dit eigenlijk ook nog even gedaan worden. Dit is natuurlijk nu een bende hier. Dus laten we dit huisje hier gewoon even rustig weghalen. We kunnen het wel ondergronds houden en zo. Maar het is netjes als het gewoon even verdwijnt. Wel een beetje de boel netjes achter me opruimen. Oh, dit moet ik nog fixen. Wacht even hoor. Zo. Zo, en dan doen we gewoon zo. Hoppakee, gefixt. Goed genoeg gefixt. Voordat ik het vergeet. Oh, ik had het mezelf nooit vergeven. Ik moet de boom ook nog fixen hier. Zo, kijk. En hoppa. De boom is ook gefixt. Zo, dan is dit hoekje ook gedaan. Dan moet hij nog één laagje lager. Dat is puur omdat er natuurlijk een vloer in moet. Dus uiteindelijk moet dit hele laagje hier gewoon even vervangen worden. Dus nog één laagje eruit. Zo, dan is dat hele laagje er ook uit. Jongens, dat kost zoveel tijd. Ik heb ook al best wel een trage pickaxe. Ik moet deze nog even upgraden naar netherite gewoon. Hij is nog veel te traag als diamond. Oké, dan hebben we nodig. Want ik wil het nu even helemaal van steen maken. Niet schrikken. Er komt inderdaad ook nog gewoon gras en een beetje tuin en bla bla bla. Maar voor nu is het mooi als het gewoon eventjes helemaal van steen is. De vloer. Want dan kan ik daarna kan ik gewoon dingen toevoegen. Maar ik moet even die, hoe noem je dat, overzicht voor mezelf terugwinnen. Dat ben ik helemaal verloren nu hier. Oh, wat een rust geeft mij dit even, jongens, dat dit gebeurd is. De vloer zit erin. En als je binnenkomt, je ziet het al gelijk. Kijk, die muren, die ga ik nu regelen. Maar wat een verschil, hé. Wat georganiseerd nu al. Moet je nagaan dat de muren nog niet eens gedaan zijn. Laat ik ook snel even wat de blokken ervoor halen. Die heb ik allemaal hier nog steeds liggen. En dan kunnen we gewoon dit even snel afmaken. Kijk, dit is natuurlijk gewoon simpel. Dit is gewoon al die pilaren naar beneden trekken zoals dit. En dan de opvulling ervan regelen. En dan zit ik even te denken. Wat ga ik hier doen? Wil ik hier wat nuttigs in deze voortuin? Dat ik hier ook vaak ga komen? Of wil ik dit alleen sier maken? Dat is natuurlijk best wel nog eens even een dingetje. Waar ik over na moet gaan denken. Jullie kunnen me ermee helpen. Je mag me altijd helpen met dingen in de reacties, jongens. Is altijd welkom. Laat vooral jullie ideeën achter. Want ik lees altijd de reacties. En soms zie ik wel eens iets dat ik denk van wow. Dat is echt een goeie. Nou, dit even allemaal opvullen. Gelukkig is de helft al steen. Dus zo moeilijk gaat het niet zijn. Ik hoef alleen een beetje steen toe te voegen zo en dan random cobblestone ertussen te douwen. Ja, dan klopt het al. Hier zo, hoppa. Nou, dat was weer een easy taak. En ik weet het, jongens. Ik zie hetzelfde als jullie. Het is heel stenig nu natuurlijk hier. Dat klopt. Maar daarom zeg ik, nu kan ik hier gewoon bewijzen van aan de zijkant een gesorteerd net tuintje maken. Maar daarom, ik wil eerst weten of ik nuttige dingen of alleen sier ga doen, zoals ik net al zei. De trap moet ik ook nog doen. Ik twijfel of ik die gewoon ploep zo rechtstreeks naar beneden doe. Of dat ik hem nu bij wijze van even naar de zijkant zo laat lopen. Of daarheen, dat kan ook. Maar dat wil ik volgende aflevering doen. Want, jongens, we dit gat hier opvullen. Dit zag ik nog zo. Hoppakee. Ik ben benieuwd hoeveel levels wij gaan krijgen uit de furnaces nu. Misschien dat het wel teleurstellend gaat zijn. Als we niet te veel verwachten, kan het altijd meevallen. Oh, de kool was hier echt al heel lang op. En hier ook. Oh, maar deze. Oh, en hier. Nou, hier is op zich wel wat gebeurd. Oké, dan hebben we dit kool even nodig. Voor jou. Jou en jou. En dan moet ik het te snel uitpakken. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Nee, ik heb hem niet. Oké, dan moet ik even deze weghalen. Deze wel. Oeh, dat is al iets weer levels. Top, top, top. 8 levels. Ja, dat gaat goed. En hier. Oh, moet deze ook weg. Van 8 gaan we naar... Oh, we blijven op 8 hangen. Vind ik een beetje gek. En dan bij deze zeg maar dat ik hier tenminste een beetje nog uithaal. Oh, alsjeblieft laat ik hier nog een beetje uithalen. 13! Oeh! Oké, nu komen we in de buurt. Ik denk dat ik hier niet meer heel veel uit ga halen. Ah, 18. Oké, never mind. Ik hoef nog maar een beetje. Dan ben ik level 19. En dat is denk ik die meest linker hier. Gok dat deze gaat zijn. Ik heb elke heb ik nu al volgens mij mijn experience gehad. Die nog niet trouwens. Deze. Of wel? Nee, hier ook nog niet. Top. En dan mis alleen deze. Level 20. Jongens, dit was echt het beste plan ooit. Ik kon gewoon lekker XP farmen hier. Terwijl ik dat gedaan had, heb ik deze hele ruimte een makeover gegeven. Althans, de funderingen van een makeover. Dus nu moet er natuurlijk nog iets gebouwd worden. Oh mijn god, ik ben dit helemaal vergeten hier. Zeg nou wat. 1, 2, 3. 1, 2. Oh, ik heb echt wel precies 3 bij me. Ja, maar er moet ook nog cobblestone bij. Oké, laten we dan doen wat ik al de hele tijd wilde. En dat de sharpness op de Riniragger zetten. We hebben eindelijk genoeg levels. Hallo diertjes. Wat gezellig dat jullie hier zitten nu. Het gaat niet jullie vaste plek zijn, maar voor nu is het prima. En staat sharpness op. Nu kunnen we eindelijk een keertje gewoon mensen slaan en veel damage doen met deze axe. Binnenkort moet ik ook even een beetje kisten opruimen die overal staan. Het is een beetje rommeltje. Ja, dan is er weer veel gebeurd, jongens, deze aflevering. Vooral dit. Maar ja, dit heb ik in de timelapse gezien natuurlijk allemaal. Hey, het gras is helemaal volgroeid. Wat top. Ja, dit wordt nog wat hoor, jongens.
Dit wordt echt nog wat. Hier wil ik ook een nieuwe ingang maken. Een tweede ingang. Waarmee je in ook een grote hal terecht gaat komen. Dat is hier zo. Moet je helemaal via de trappen omhoog. En dan kom je hier misschien onderdoor of bovenlangs. Geen idee. We gaan het zien. Maar dat is voor nu niet belangrijk. Want we gaan afsluiten, jongens. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zowel like even, abonneer even. Kijk nu deze video. Dit is het vorige content van Veendeel. Was een leuke rondleiding. Dus ja, wil je nou een keer rondleiding van alles hoe het eruit ziet? Kijk dan vooral deze video. Spreek je later, glaasje water, zelfde vier, flesje bier. Tot de volgende keer. No, ho, ho.